Dag lieve vrienden, hoe is het bij jullie deze dag? Met mij gaat het ook wel. Mooi. Wat zit er onder het doosje? Wat heeft ons Achmedje opgestuurd? Laten we gaan kijken, want dit reviewkanaal moet ondanks alle ellende gewoon doorgang blijven vinden. Zeg ik zelf. Dus. Ah, flessen. Van Coolbest. Ik heb tegenwoordig een hele goede citruspers. Maar voorheen kocht ik sappen voorbij het ontbijt. En het kwam wel eens voor dat ik ook Coolbest pakken nam. Ondanks dat er helemaal vol gejekkerd zit met suiker. Ben ik van eentje heel erg gek. En dat is de sinaasappel mango. Die vind ik zo verdomde lekker. Niet normaal. En normaal is mango in dat soort pakken niet om te nakken. Omdat die namelijk dan een beetje medicinaal begint te smaken. Maar die sinaasappel mango van Coolbest in die pakken is heerlijk. Oh, heerlijk. Maar goed, wat zijn dit? Dit zijn flessen fruitontbijt. Vind ik al een beetje smerig. Sinaasappel en aardbei. Sinaasappel en banaan. Bosvruchten. Er staat overal bij geen suiker toegevoegd. Maar je moet wel schudden. Want wat hebben ze nou gedaan? Ze hebben de granen bij gemieterd. Nou, ik zal je wat vertellen. Dat vind ik niet zo heel erg lekker. Nee, als ik iets drink, dan wil ik dat het vloeibaar is. En dan wil ik niet dat ik er half op moet kouwen. En dat heb je dus wel vaak met dit soort dingen waar ze dan... Hey, je hebt ook van die, van die halve liter pakjes met ontbijt erin. Ontbijtdrank erin. En dan neem je een slok. En dan lijkt het net of iemand ijskoud in je mond overgeeft. Omdat er allemaal van die brokjes en stukjes in zit. Heel vies. Maar goed, voor hetzelfde geld zit dat dus niet hierin. Maar wat hier wel in zit, is dus fruit en granen. Wat zit er eigenlijk nog meer in? Want er zit best wel veel in die fles. Hier, sinaasappelsap uit concentraat, 50%. Bananenpuree, 30%. Blijft 20% over. En dat is water en volkoren, tarwe. Ja, dus er zit gewoon tarwe in gemieterd. Hier hebben we appel, ananas. Wat? Aroniabes. Nog nooit van gehoord. Kers, framboos, banaanpuree, aardbeipuree en water en volkoren. Overigens zit hier in de bosvruchten zit 30% banaan. Nou, je kan me heel veel vertellen, maar een banaan is niet een bosvrucht. Misschien is het wel een vrucht. Misschien komt het uit een bos. Maar we noemen het geen borstvrucht. Dus dat is oplichting. Daar hou ik niet van. En we hebben hier de sinaasappel en aardbei. Daar zit in 22% sinaasappel. En dan ook 30% banaanpuree. En 7,6% aardbei. Dus er zit veel meer banaan in dan aardbei. Alleen het wordt dan wel sinaasappel aardbei genoemd. Eigenlijk zit er gewoon overal verschrikkelijk veel banaan in. En in de banaan zit net zoveel banaan als in de niet-banaan. Snap je nog? 3 glaasjes voor 3 keer fruitontbijt van de Coolbest. Granen met bananen, want dat is het eigenlijk. Dat merk je ook, want het is een hele dikke drap. En dat is het probleem van die banaan. Die maakt verschrikkelijk dikke drap er altijd van. Hier, iets minder dikke drap overigens, maar wel net zoveel banaan. En in de banaan zit ook banaan, maar dat was niet ontgaan. Ja, ik ben al een beetje in de Sinterklaas-stemming aan het komen. Nu kan ik wel heel flauw zeggen van ik begin met de banaan. Want dan weet ik nog steeds niet met welke ik moet beginnen. Maar ik begin met de banaan. En dan de banaan. Nou, dan gaat die sinaasappel, banaan en tarwe. Het dik als behangplaksel en het smaakt een beetje... Heel klein beetje een sinaasappel ergens. Het smaakt voornamelijk heel erg naar dikke banaan. Voordeel van de graantjes. Overigens is dat die aan pulp zijn gemalen. Dus je hebt niet van die harde stukjes erin. Waar je dan op moet kouwen. En dus je denkt, gadverdikke, ik zit al wat te drinken. Wat is dit in godsnaam? Want meestal is het geen goed teken als je op iets moet kouwen in een drankje. Snap je? Maar is de bananen fruitontbijt lekker? Nee. Ja. Het smaakt naar bananendrap. Aangelengd met sinaasappelsap. Dikketje drap zit op de trap.
Nee, maar even serieus. Meer dan dat is het ook niet. En dat beweert het ook niet te zijn. Alleen, ja, het is gewoon niet lekker. Enfin, fruitontbijt van Coolbest nummer 2. Borstvruchten. Met ook 30% banaan. En nauwelijks borstvruchten. Maar ze hebben er wel iets in gegooid. Namelijk Araniabes. 10%. Nou, niemand weet wat dat is. Overigens zit er ook ananas in. Wat in mijn ogen ook niet echt een borstvrucht is. En ze hebben dan een kers en framboos 0,6%. Nou, dat is dan wel een borstvrucht. En daar hadden ze dan wel heel weinig van over nog. En voor de rest is het gewoon allemaal bananenpuree. Toch maar even proberen. De drinkontbijt borstvruchten van de Coolbest. En voornamelijk banaan. Van de smaak is hij wel iets lekkerder dan de banaan, moet ik eerlijk zeggen. Het smaakt helemaal niet naar borstvruchten. Maar ik denk wat je wel proeft is die Araniabes. Waarvan ik niet weet wat het is. Want de smaak van banaan is er wel af. Ondanks dat hier net zoveel banaan in zit als in die, is hier de smaak van de banaan wel af. Want het komt eerder in de buurt van borstvruchten. En nou ja, ik kan heel erg zeuren dat ananas en banaan en alles geen borstvrucht is. Maar de smaak hiervan is wel lekker. Die is wel prima. Die is voor het ontbijt ook wel lekker. En ook hier. Geen last van de graantjes. Ik vraag je zelfs af waarom ze erin zitten. Omdat het waarschijnlijk het gezondheidstintje moet aangeven. Want voor de rest is het natuurlijk, heb ik zullen ze wel zeggen, geen toegevoegd suiker of zoetstof. Nee, dat klopt. Dat hoef ik niet, hè. Als je 30% banaan erin sodemieter. Er zit namelijk zo verschrikkelijk veel fructose in. Oftewel gewoon fruitsuiker. Dat je geen suiker hoeft toe te voegen. Want ook hier vallen gewoon je tanden vanuit de bek. Nou, de laatste sinaasappel aardbei. Met hoeveel aardbei hebben ze er toch in weten te gooien? 7,6%. En hier zit ook gewoon weer die Araniabes in. En 30% banaan. Maar goed, laten we gewoon maar proeven. Ja. Dit zou dan de smaak van aardbei moeten hebben. Dat heeft het niet. Het heeft eerder de smaak van een gedragen voetbalsok op zondagochtend onder het tapijt gevonden. Het heeft een hele zuur-bittere afdronk. Getverdamme, het is echt heel erg smoetsig. Het heeft werkelijk niets met aardbei te maken. Nee, misschien heel in de verte dat je heel erg moeilijk moet doen. En denk, zou dat dan een beetje een aardbeismaak zijn? Maar voor de rest smaakt het gewoon echt helemaal naar vieze oude stinkzokken. En zo ruikt het ook. En het is gewoon hartstikke vies, smerig en ook niet lekker. Nou, je hebt het vallen tegen. Hoe kun je dat nou verpesten? Hoe kun je nou fruit in een halve plastic veldfles verpesten? Je pleurt er fruit in, een beetje water, nou ja, dan een hand graantjes door. Dan ben je klaar. Dat kan je niet verpesten. Dat is Coolbest dus wel gelukt. Dat is wel weer knap. Ik bedoel, de banaan was al heel erg. Deze ging wel prima, maar dit vergif. Ja, tijd voor de cijfertjes voor Coolbest fruitontbijt. Nou, Coolbest is niet al te best. De Coolbest sinaasappel en aardbei smaakt naar oude sokken, chemicaliën en kattengrind. En kattengrind is het spul wat je in de kattenwc pleurt, zodat ze daar uitgebreid kunnen kakken. Is het lekker? Nee. Is het dan een beetje lekker? Ook niet. Deze is ronduit goor. Sinaasappel en aardbei. Geen smaak van aardbei. Ze hebben de rest van de fruitmand er ook gewoon bij gepleurd. Wat ik niet helemaal netjes vind. Maar goed, dat is dan maar zo. Ja, het is gewoon goor. Het is gewoon vies. Deze krijgt van mij echt gewoon een 3. Gadverdikke. Het flauwe is dat de fruitontbijt sinaasappel en banaan eigenlijk overal op had kunnen staan. Want overal zit 30% banaan in en sinaasappelsap. Alleen in deze hebben ze er nog een paar scheutjes van een ander troepje erbij gesodemieterd. Maar ja, goed. Dus dit is eigenlijk gewoon wat het is. Dit is het basisproduct. Een hele dikke, vette, kledder bananendrapsap. Met sinaasappel. Is dat lekker? Nee. Nee. Zelfs de bananensmaak van deze banaan is niet lekker. Het is niet echt. Het is ook niet heel vies. Het is gewoon eigenlijk helemaal niks. Gewoon een 5. Ja, als je hiermee moet opstaan, dan kan je beter gewoon in bed blijven. De enige waar wel een lekkere smaak aan zit en die ik ook gewoon zou drinken, is de borstvruchten. Kijk, en dan hebben ze hier een foto van borstvruchten met een banaan erbij. Dat vind ik wel grappig. Hier zijn dus een soort van zwarte besjes. En dat zullen wel die besjes zijn
Waar ik de naam niet van weet, die Arania Bess of zo. Ik ga het ook niet opzoeken, want zo belangrijk is het nou ook weer niet. In ieder geval, deze is wel goed voor smaak en die zou ik ook gewoon drinken als ik die krijg. Zonder uit te spugen, de bosvruchten variant met ook gewoon 30% banaan en ananas. Die krijgt van mij een 7, want die is gewoon goed voor smaak. Ja, waardeloos, prima te doen. Mooi! Probeer het eens bij je ontbijt. Ja.